Mijn naam is Mara van der Hoeven. Ik ben werkzaam als orthopedagoog in de specialistische GGZ. En daarnaast werk ik als promovendus bij het Amsterdam UMC. En doe ik onderzoek naar interventies voor kinderen die moeilijk in traumabehandeling komen. We hebben dit onderzoek gedaan omdat het ons opviel dat er in de klinische praktijk een groep kinderen is die lastig te vangen is voor de directe inzet van EMDR of TFCBT. Dit zijn vaak kinderen die vanaf hun vroege leven te maken hebben gehad met vroegkinderlijk interrelationeel trauma en in het heden een complex klachtenprofiel hebben ontwikkeld, waarbij je kunt denken aan een combinatie van PTSS-klachten, gehechtheidsproblematiek, emotieregulatieproblemen en gedragsproblemen. En dit complexe klachtenprofiel kan in de behandelkamer zorgen voor obstakels voor de directe toepassing van EMDR. Waarbij je kunt denken aan dat wanneer er over de trauma's gesproken wordt, het kind heel erg in de vermijding schiet of juist heel erg ontregeld en eigenlijk niet in staat is om in je behandelkamer te blijven. Ik heb onderzoek gedaan naar een nieuwe behandelvorm, de IGTK-behandeling. Dat staat voor de Integratieve Gehechtheidsbevorderende Traumabehandeling voor Kinderen. En dat is een behandeling waarin een gezinstherapeut en een EMDR-therapeut gezamenlijk samenwerken met de huidige opvoeders van het kind om eerst aan de gehechtheid tussen het kind en de opvoeders te werken. Vervolgens om het bevorderen van de zelfregulatievaardigheden, zodat tijdens de EMDR-traumaverwerkingsfase het kind in staat is om zich veilig te voelen in het heden, om zich met behulp van de opvoeder te kunnen reguleren en om tijdens de traumabehandeling ook een beroep te doen op de opvoeder. We hebben 15 kinderen tussen de 4 en de 12 jaar met hun huidige opvoeders de behandeling laten volgen. Nou, wat hebben we uiteindelijk gezien? Van de 8 kinderen die dus in staat waren om de gehele behandeling te volgen, laten 7 van de 8 kinderen een klinisch relevante verbetering zien op 1 of meer van de 4 klachtgebieden. Van de PTSS, van de gehechtheidsproblematiek, de gedragsproblemen en de emotieregulatieproblemen. De IGTK-behandeling kan dus een oplossing bieden voor kinderen waarvoor de directe traumabehandeling wel heel erg wenselijk is, maar nog niet helemaal mogelijk op het moment. De IGTK-behandeling lijkt een deel van de kinderen die tussen wal en schip vallen bij directe traumabehandeling alsnog te kunnen vangen en te kunnen leiden tot een vermindering van de klachten. Voor deze kinderen is dat heel belangrijk, omdat het bijvoorbeeld ook vervolgens weer kan zorgen voor bijvoorbeeld het voortzetten van de pleegzorgplaatsing en voor een gunstig effect voor de algehele ontwikkeling van het kind.